Ja, het is zo, niet nu, maar jaren al, bestaat er een situatie dat een of andere geitenboer, die rijdt langs met zijn wapen, ik denk hij heeft toestemming ervoor, hij rijdt langs en hij schiet alle handen dat hij vindt te pletter met zijn wapen. Dus ik denk, mensen hebben klacht ingediend bij de autoriteiten en deze meneer is waarschijnlijk door de wet, door de politie gezegd van luister, je wapen is alleen voor jou genoeg. Dus deze meneer heeft dan een andere technologie, een andere technologie, nu rijdt hij langs en hij gooit gif in de buurt. Maar het probleem van de gif is bijvoorbeeld, niet alleen de honden eten die gif, je hebt ook dieren van de bossen, je hebt leguanen, je hebt lagedissen, je hebt vogels, je hebt die aguila's, die grote arends en zo. Die eten ook dat gif. En ik had de situatie thuis dat van 's avonds en 's morgens ben ik meer dan 20 kippen kwijt. Want af en toe loopt een kip buiten je hek en eet buiten. Maar als die kip binnenkomt, de gif zit nog in de lichaam van die kip. Dus die andere kippen die eten misschien een beetje van die kip. Dus ja, het wordt erger en erger, dus ik denk dat het nu tijd is voor de autoriteit om maatregelen te nemen om dit te stoppen. Hebben jullie wel de autoriteiten op de hoogte gezet? Die autoriteiten weten het, want iedereen, het was in de kranten, het was in de televisie, iedereen weet. Bijvoorbeeld bij de strand op Lagoon, iemand die zet bordjes, komt niet met honden. En die gooit ook kippenpootjes of vlees met gif erop. Maar het is gevaarlijk, want kinderen spelen ook op de strand op Lagoon. En het is zeer gevaarlijk. Dus het is tijd dat de overheid iets eraan doet. Ja. Niet alleen dat, maar in de toekomst zal ik ook praten. Want vroemoes en Bonaire zijn vroemoes. Vroemoes betekent, je hoort, die heeft gezegd. Dezelfde konoekenboer bijvoorbeeld, waar ze het over hebben. Die heeft houten dozen. Met een valdeur. Dus als de hond erin gaat, valt de deur dicht. Ja. En dan hebben we gehoord van mensen die zeggen dat hij benzine op die honden gooit en dan levend in de brand zet. Dus dat is ook vreselijk als dat waar is. Dus ik denk het is tijd voor de overheid om maatregelen te nemen en dat de rechercheurs erachter gaat om te kijken of deze stories waar zijn of niet waar zijn. Naast de dode handen met gift, krijgen jullie ook levende handjes hier in de buurt. Waar komen die vandaan? Mensen die brengen hun honden hier en die denken van ze brengen hun honden hier, ze gooien hun honden weg en de honden blijven levend hier. Ik heb informatie, want ik ben zelf een lid van dierenbescherming. Ik ben een van de eerste leden samen met anderen, ben ik lid van dierenbescherming. En wij weten dat bijvoorbeeld als mensen naar Nederland gaan wonen of ze gaan in het buitenland wonen en ze kunnen niks met hun honden en dan gooien ze hun honden weg in de natuur. Dit geldt niet alleen voor Antillianen, dit geldt ook voor buitenlanders. Het kan Spaans sprekende zijn, Nederlands sprekende, Engelsen, van alles en nog wat. En dit gebeurt als ze dat doen. Ze brengen de honden leven. Persoonlijk heb ik zelf deze 2 maanden heb ik 1 keer 3 honden gebracht naar het dierenasiel. Een andere keer heb ik 2 honden gebracht naar het dierenasiel. Dat is al 5. Mevrouw Ingrid Marcelina die heeft 3 puppies gebracht naar het dierenasiel. Dat is dan 8. En al die anderen die dood zijn geschoten of vergift zijn, boven de 15 honden in misschien 1,5 maand.